Vannacht, of heel vroeg deze ochtend toch, om 5:10, zwom onze Belgische estafetteploeg in Rio een Belgisch record op de 4x100 meter. Elle de Leeuw, dat is de vriendin van Pieter Timmers. Zij is daar om te supporteren en zo natuurlijk. In iets over 6 kon ik haar al te pakken krijgen. Dan was het 10:01 voor haar, puttige nacht dus in Rio. Goedenacht inderdaad, ja. Goedemorgen voor jullie. Ja, hoe is de sfeer daar? Ja, heel leuk, uitgelaten. We zijn hier jammer genoeg maar niet door heel veel Belgen. En we zitten ook heel erg verspreid in het stadion. Dus nu is iedereen terug onderweg naar, logement, zal ik maar zeggen. Maar iedereen was super tevreden natuurlijk. Het was een super prestatie. En heb je Pieter nog gezien of gehoord? Ja, ik heb hem net gehoord. Het is heel rustig. Ik ben blij dat het goed ging. We hadden op voorhand niet verwacht dat de 4x100 mannen finaal zouden halen. Nee, want daar liggen de kaarten iets minder goed dan bij de 4x200. Ja. Dus dat was vanmorgen al top. En dat ze nu zesde worden tegen al die mannen zoals Phelps en Olympische kampioenen en wereldkampioenen. Ja, dat is super. Zeker in een Belgisch record. Maar hij blijft er rustig bij, een Belgisch record. Ja, allee, met alle respect voor Belgische records. Allee, die zijn er om gebroken te worden. Hè. Ja, elke wedstrijd opnieuw. Dus daar liggen ze nu niet echt van wakker. Ja. Maar voor hem is het gewoon eigenlijk heel erg fijn dat die 100 meter vandaag 2 keer zo goed ging. Ja, in de reeks en in de finale. Want dat is een goed teken voor zijn individuele 100 meter. Joanne.